Wel, wij hebben in 2015 van Immobel de vraag gekregen om een masterplan te ontwikkelen voor het terrein van het vroegere mediacentrum in Oostende, gelegen tussen de zee en het voetbal- en basketbalstadion van Oostende. Dus een terrein van 2,4 hectare groot. De vraag was eigenlijk om een 80.000, 90.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak te ontwikkelen en 700-tal appartementen. Initieel stond in het lastenboek beschreven dat de harde isolatieplaten moesten afgewerkt worden met steenstrips verlijmd op de site. Dat zag de aannemer Interbuild niet zitten, omwille van de grote hoogte waarop gewerkt moest worden. We zitten met woontorens van 60 tot 70 meter hoogte en een zeeklimaat. We hebben Van der Zanden benaderd met de vraag om mee te denken naar een prefab-oplossing in plaats van om traditioneel te bouwen. Deze opdracht is anders voor mij dan alle andere, omdat de gevel volledig in prefab is opgebouwd, sandwich-elementen. Dus moet er ook wel anders nagedacht worden over de detailleringen. Hier in de showroom van Antwerpen heb ik het architectteam van Konix kunnen ontvangen. Zij waren op zoek naar een sortering, dus één type van baksteen, omdat alle drie woontorens op dezelfde site worden ingeplant. Ze zochten natuurlijk naar een harmonie tussen de verschillende torens en besloten vrij snel om binnen één type van gevelsteen te blijven, type Wassastrich. Bouwen aan de kust is anders dan bouwen in het binnenland. En zeker op de grote hoogte is het niet zo evident. Oké, we willen graag een uitstraling van baksteen. Soms denk je dan aan baksteenstrips, soms aan traditioneel metselen. Maar op grote hoogte zijn beide blijkbaar moeilijk. Dus hebben we moeten zoeken in de verschillende gebouwen naar de meest optimale oplossingen. En in het ene gebouw is dat bijvoorbeeld traditioneel gebleven, omdat de hoogte beperkt is. In een ander gebouw hebben we prefab buitenschalen gemaakt, waar dat de bakstenen volledig in het beton geïntegreerd zijn met open voegen. En in een ander gebouw, in het middelste gebouw van de tweede fase, daar hebben we de sokkel traditioneel gemetst. En de bovenbouw met sandwichpanelen, dus waar het binnenspouwblad, het buitenspouwblad en de isolatie samen als heel een element gevormd is, om eigenlijk de snelheid in de montage en in de vooruitgang van de werf ook te garanderen.